Goedenavond allemaal. Nou, het is 8 uur, dus we gaan rustig beginnen met de quiz. Leuk dat jullie er allemaal zijn, dat ten eerste. We hebben veel aanmeldingen, dus bedankt daarvoor. De bedoeling van vanavond is dat we er eigenlijk gewoon een hele leuke avond met elkaar van maken. We hebben een quiz met exact 50 vragen. Verdeeld over 5 verschillende categorieën. Belangrijk om te beginnen is, pak een stoel, zorg dat je lekker zit. Het gaat niet te lang duren, maar we zitten wel even met z'n allen. Dus zorg dat je wat lekkers te drinken hebt en dat je gezellig bij elkaar zit. En dat we met z'n allen de quiz leuk gaan spelen. Even een aantal belangrijke dingen voordat we beginnen. De quiz bestaat uit multiple choice vragen en uit true of false vragen. Nou, dat komt straks ook voorbij in de testvragen die we doen voordat de quiz begint. Belangrijk is dat je je telefoon bij de hand hebt of op je computer of waar je ook de Kahoot antwoorden gaat op spelen. En zorg dat je dat niet afsluit. We hebben ervaring met de test dat als je Kahoot afsluit, dat het kan zijn dat je punten allemaal weggaan en dat je uit de quiz valt. Dus zorg dat je die elke keer bij de hand hebt en niet ondertussen gaat bellen of WhatsAppen of wat dan ook. Dat is even belangrijk. De vragen zijn allemaal zichtbaar op YouTube. De antwoorden geef je op Kahoot. Maar dat wijst zich straks allemaal uit als we de testvragen doen. Iedereen die heeft zijn nickname opgegeven. Onder die nickname moet je ook spelen. Dus de nickname die je opgegeven hebt in je e-mail, dat is ook de naam waarmee je speelt. Alleen die mensen kunnen in aanmerking komen voor de prijzen. Er zijn prijzen te verdienen. Heb je niet ingeschreven, doe je toch mee. Hartstikke prima, gezellig. Dan maken we er ook een leuke avond van. Dan denk ik dat we alles redelijk... Wat zeg je? Oh ja, en er zit wel een kleine vertraging in. Van 2 tot 3 seconden. Dus zorg dat je wel op tijd antwoordt. Zodat je in ieder geval niet met de tijd in de knoei komt. Je hebt 30 seconden voor elke vraag. Maar zorg dat je ongeveer voor de 25 seconden geantwoord hebt. Dan zit je altijd goed. Punten zijn te verdienen door natuurlijk het juiste antwoord te geven. Daarnaast verdien je extra punten als je zo snel mogelijk antwoord geeft. Dus hoe sneller je het juiste antwoord geeft, hoe beter. Nog voor de laatste keer, de enige pin die je moet gebruiken is 1210265. Dus de gecommuniceerde pin van tevoren, 769, die werkt niet. Maar ik zie dat er genoeg in het spel zit. Oké, dan denk ik dat we allemaal klaar zijn en gaan we gewoon rustig beginnen. Geen stress, de eerste 2 vragen zijn testvragen, vallen ook geen punten mee te verdienen, maar dan weten we een beetje hoe de quiz werkt. Dus laten we daarmee gaan beginnen. Start! En voor ik het vergeet, veel plezier en succes allemaal. De volleybalquiz. Voordat we dus de echte quiz gaan spelen, komen de eerste 2 testvragen. Dit is de quiz die jullie allemaal welkom heet. Dus hey, hallo, hi. Leuk dat je meespeelt. We beginnen met de testvraag. Welke bekende Nederlandse volleyballer zie je hier langzaam in beeld verschijnen? Is het A, Laura Dijkema, blauw Meerte Schoot, geel Celeste Plak of groen Yvonne Belië? Ik zie al dat de antwoorden binnenlopen. Het wordt langzaam steeds meer duidelijk wie deze speelster is. Dus er waren er 124 die deze vraag goed hadden en 12 in totaal die hem niet goed hadden. Nou, maakt voor nu nog niet uit, want het heeft geen consequenties, want dit was een testvraag. Dus dit is een vraag met meer keuze, multiple choice. 4 antwoorden zijn er mogelijk. Het wordt allemaal in kleuren uitgebeeld op het beeldscherm. En geeft dus de juiste kleur aan waarvan jij denkt dat dat het juiste antwoord is.
Je zal zien dat de tweede testvraag iets anders is, dat is multiple choice. Dus die komen er ook in voor. En onthoud, snelle antwoorden zijn veel punten, als je het antwoord goed hebt natuurlijk. Dus we zien dat, nou ja, we zien hier een tussenscore die komt na elke ronde in beeld. Nou, je ziet dat deze testvragen geen punten opleveren, dus we gaan rustig door naar de volgende. True or false, waar of niet waar. Met beachvolleybal mag je na een blokcontact als duo nog 3 keer spelen. Blauw is waar en rood is niet waar. Nog steeds een testvraag, dus maak je niet druk als je het niet goed hebt. Er zijn nog geen punten te verdienen. En 98 hadden het er goed. Nee, ja, 98 en 51 hadden het niet goed. Het juiste antwoord was vals, niet waar. Goed, ik hoop dat iedereen nu door heeft hoe het in zijn werk gaat. Ga goed zitten, wees er klaar voor. We gaan beginnen met de quiz. Succes allemaal. Vanaf nu scoor je punten. Are you ready? Veel plezier en veel succes. Let's go! Ronde 1, categorie algemeen. Hoe hoog hangt het net bij senioren mannenvolleybal? Is dat rood 2,45 meter? Is dat blauw 2,43 meter? Is dat geel 2,36 meter? Of groen 2,47 meter? Antwoorden lopen snel binnen. Nog 5 seconden. Ik denk dat alle antwoorden al wel binnen zijn. Heel veel van jullie hadden het goed. Het net hangt op 2,43. Bij de dames is het 2,24 uit mijn hoofd. Dus er zit een klein stukje verschil tussen. Maar de meeste van jullie hadden het goed. Gaan we kijken naar de voorlopige score. Bij twijfel B. Nou, dat klopt in dit geval volgens mij. Die hadden het snelst geantwoord op de vraag met het juiste antwoord. Dat is vraag 1. Op naar de volgende. True or false, waar of niet waar? Bij zaalvolleybal mag de speler na een blokcontact de bal direct nog een keer spelen. Is dit waar of niet waar? Blauw waar, rood niet waar. Zeg het maar. De meeste antwoorden zijn weer gegeven. Nog 10 seconden. Het juiste antwoord was waar, true, blauw. Bijna iedereen had het goed. Dat is helemaal mooi. Dan gaan we naar de score. Bij twijfel B staat nog steeds bovenaan. En Ernst van Klein klimt naar de tweede plek. Helemaal mooi. Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag 3. Wat is de afmeting van een heel zaalvolleybalveld? Is dat rood 16 bij 8, blauw 9 bij 3, geel 10 bij 20 en groen 18 bij 9? Lastige, vind ik zelf. Tijd is op. 125 mensen hadden het goed, of groepen. Super. Gaan we kijken naar de score. In de top verandert er eigenlijk niks. Bij twijfel B, Ernst van Klein en Bodie blijven in de top 3. Ga zo door. Volgende vraag. Een service waarbij de bal zonder rotatie door de lucht zwabbert noemen we een rood ketser, blauw floatsurf, geel sprongsurf of groen een setup. En je ziet een afbeelding waarin deze actie uitgebeeld wordt door Tim Smit.
132 hadden dit goed, dat is de Vlootsurf. Nou, gaat goed. Veel hebben de vragen goed, dus dat is een goed teken. Kijken naar de score. Top 3 blijft intact. Melissa en Vee komen in de top 5 samen met de Volley Kings. Volgende vraag. Hoeveel wissels mag een coach per set doorvoeren? Is dat 5, 4, 6 of 7? Lastige. Het juiste antwoord was 6. En weer, veel van jullie hadden het goed. Deze vond ik wel knap eigenlijk. Ik zat zelf namelijk te twijfelen tussen 5 of 6. Maar goed, 124 had het goed. Kijken naar de stand. Verandert niets, dat blijkt. Top 5 antwoord dus snel en goed. Volgende vraag, vraag 6. Welk sportmerk maakt de volleybal die voor de grote internationale toernooien gebruikt wordt? Is dat Gala, Adidas, Mikasa of Molten? Deze moeten we wel weten, denk ik. Laatste antwoorden komen binnen. Nog 1 seconde. Het juiste antwoord was Mikasa. Voor degene die het is opgevallen, normaal is de Mikasa toch vaak blauw en geel. Tenminste, daar spelen wij altijd mee. Als je op de afbeelding zag, was die geel met groen. Daar spelen ze mee in de Champions League. Dus dat is een speciale Mikasa-bal ontworpen voor de Champions League. En die is dus groen met geel. Maar het juiste antwoord was Mikasa. Veel van jullie hadden het weer goed. Kijken naar de stand. Oeh, er zijn nu al wat verplaatsingen. Bij twijfel blijft aan top. De Volleyball Kings, Melissa en Fee stijgen en Aniel komt binnen in de top 5. Heel goed, ga zo door. Volgende vraag. True or false? Waar of niet? De Libero kan geen punt scoren tijdens een wedstrijd. Waar of niet? Blauw is waar, rood is niet waar. Zorg dat je snel antwoordt. Afbeelding zien we de Fransman Yenia Gerbennikov, beste libero bij de mannen toch in de wereld, wordt hij gezien. Het juiste antwoord was pals. Nou, er was toch nog wel wat twijfel. 116 van jullie hadden het goed. Ik heb zelf wel eens een bal, toen ik zelf ook als libero speelde, een bal gigantisch in mijn gezicht gehad. Maar toen ik omhoog keek, viel hij wel aan het andere veld in het hoekje op de grond. Dus was het even goed een punt. Dus het mag. Je ziet het niet vaak gebeuren. Maar er zijn libero's die wel eens af en toe een puntje meepakken. En 116 van jullie wisten dat. Kijken naar de stand. Melissa en Vee stijgen weer. Bodie ook. En Yo Mama komt in de top 5. Volgende vraag. Wat is de consequentie als iemand een rode kaart krijgt in het zaalvolleybal? Opslag en een punt naar de tegenpartij. De rest van de set niet meer meespelen. Opslag over naar de tegenpartij of een punt aftrek. De rode kaart in het volleybal. Zaalvolleybal. Ik weet eigenlijk niet of er een verschil is tussen zaal- of beachvolleybal, maar in dit geval gaat het over zaalvolleybal. Veel van jullie hadden het goed. Opslag en een extra punt naar de tegenpartij. De rest had het fout. 101 goede antwoorden. Kijken of dat nog wat doet met de stand. Yo Mama die stijgt en de thuisfluiter komt in de top 5. Gaan we door naar de volgende vraag. Welke snelheid had de bal bij de snelste sprongsurf ooit gemeten? Die weet ik. 127 km per uur, 125 km per uur, 131 km per uur of 134 km per uur.
De man die jullie op de foto zien is Zaitsev, Italiaan. Ik geloof dat die het record op zijn naam heeft staan, maar hoe snel was dat? Nogmaals, hoe sneller je het goede antwoord invult, hoe meer punten je verdient. Dus zorg dat je en het goede antwoord geeft en zo snel mogelijk. 134 km per uur. Hier was wel wat verdeeldheid. Maar het meeste van jullie hadden het goed. 134 km per uur. Ernst van Klein komt binnen en Sil. Dus er wordt wel wat gewisseld in de top 5. Hartstikke goed. En Snake Chickies, jullie zijn de highest climber. Dus jullie klimmen omhoog. Gaan we door. True of false, waar of niet waar? De scheidsrechter geeft hier aan dat de bal gedragen is. Is dat waar of niet waar? En kijk naar het plaatje van de scheidsrechter. De laatste 5 seconden. Het juiste antwoord is niet waar. Als je goed gekeken hebt, gaf de scheidsrechter dit aan. Wat betekent een punt? Een bal gedragen, zowel in setup als verdediging, wordt eigenlijk altijd aangegeven in deze beweging. Dus niet naar de grond wijzend, maar de bal gedragen omhoog. Maar dat wisten jullie eigenlijk bijna allemaal al, dus uitleg was misschien wel overbodig. Stand blijft hetzelfde. Volgende vraag. Oh ja, ronde 2, dus we hebben 10 vragen gehad. Dus we gaan naar de volgende categorie. Categorie oranje, zoals deze foto laat zien. Weer 10 vragen in de categorie oranje. Yep. Tegen wie speelden de lange mannen tijdens het EK 2019 in eigen land voor ruim 10.000 bezoekers? Zijn dat de Verenigde Staten, Duitsland, Italië of Polen? Kleine tip, kijk naar de foto. Van jullie hadden het goede antwoord. Ik was er zelf bij in die wedstrijd. Speelde op het EK tegen Polen. En dat was toch wel een bijzonder moment. Dat we in eigen hal speelden. In eigen land. Maar dat er eigenlijk meer supporters van de Polen waren dan van de Nederlanders. Maar ja, Ahoy is sowieso een prachtig hal. Ik denk de mooiste zaal in Nederland om in te spelen als volleybal. En als het dan uitverkocht is. Dat is toch wel bijzonder. Was tegen Polen. Kijken naar de stand. We hebben een nieuwe koploper, Aniel. Goed bezig. Steen in je schoen, die klimt. En voor de rest blijft het ongewijzigd. Grashoek, you're back in the game. Goed bezig. Volgende vraag. Welke lange man zie je langzaam verschijnen op deze foto? Thijs ter Horst, Wouter ter Maat, Wessel Kemik of Jelte Maan? Wie ziet het als eerst? Er zijn al 2 antwoorden binnen. Ja, ik zie het. De laatste stukjes van de foto worden zichtbaar. Ja, nu komen al antwoorden binnen. 68 hadden het goed. Ik denk dat niet iedereen op tijd geantwoord heeft. Dus zorg wel, ook als je het niet weet, dat je zo snel mogelijk antwoordt. Want geen antwoord is natuurlijk geen punten. Maar het juiste antwoord was Wouter ter Maat. Kijken naar de stand. Fit Girl Squad komt in de top 5. Volgende vraag. Welke Nederlands international was afgelopen seizoen teamgenoot van Femke Stoltenburg in Roemenië? Was dat Kistenknip, Nicole Koolhaas, Celeste Plak of Britt Bongaerts? Dus wie was afgelopen seizoen de teamgenote van Femke Stoltenburg? Schrijft ook wel eens een column op Volleybalkrant, geloof ik, hè?
als je dat in de gaten hebt gehouden, dan weet je wie het is. Het juiste antwoord was Kirsten Knip, zoals veel van jullie goed hadden. Kijken naar de stand. Verandert niet veel in de top 5. Alleen de Fit Girl Squad gaat door naar de top 3. Volgende vraag. Wie was afgelopen jaren de aanvoerster van de volleybaldames? Is dat Laura Dijkema, Maret Balkestein Grothuus, Lonneke Sloetjes of Manon Vlier? De aanvoerster bij de dames. Het is niet te vinden in de foto, denk ik. Normaal heeft de aanvoerder of aanvoerster een streepje onder haar nummer. Daaraan kan je zien wie de aanvoerder of aanvoerster is. Deze foto is niet zichtbaar. Dus in ieder geval niet Laura Dijkema. Maar het Balkestein Grothuus, heel goed. Velen van jullie hadden het juiste antwoord. En Martina is on fire with an answer streak van 16. Goed, volgende vraag. Welke volleybaldame vertolkt het Wilhelmus met gebarentaal? Is dat Marit Jasper, Floortje Meinders, Nico Koolhaas of Britt Bongaert? De foto kan je het al een beetje zien, denk ik. Er staat even iets anders dan de rest. Het juiste antwoord is Nicole Koolhaas. Dat had bijna iedereen goed. Ze doet dat omdat haar oudere zus, geloof ik, doof is of slechthorend. Dus die eigenlijk nooit het Wilhelmus mee kan zingen. Dus voor haar zus heeft zij het in gebarentaal geleerd. Nicole Koolhaas. Kijk naar de stand. Weinig veranderingen. Ernst van Klein stijgt naar plek 4. Volgende vraag. Een filmpje met Red Larsen, krachttrainer van de volleybaldames, ging afgelopen zomer viraal. Waarom? Hij zong het volkslied, hij drukte 50 keer op met één hand, hij viel in tijdens een wedstrijd of hij verzorgde een originele warming-up. Wel een heel populair filmpje, geloof ik. Hij verzorgde een originele warming-up. Nou, zoals ik hier zie, heeft iedereen dat filmpje wel gezien. Kijk naar de stand. Geen verplaatsingen. Volgende vraag. Met welk international bereikte Christian Varenhorst in 2017 de halffinale van het WK Beachvolleybal? Dus welke international die in de zaal speelt? Is dat Thijs ter Horst, Maarten van Garderen, Ewald Gommans of Robert Andringa? Welke international van de lange mannen heeft met Christian Varenhorst de halve van het halffinale van het WK beachvolleybal gespeeld? We zien Christian Varenhorst op de foto. Nog 5 seconden. Dat was Maarten van Garderen. Kijk naar de stand. Wat? Ja, dus is Beach Team Skiff is nieuw in de top 5. En Anil nog steeds een kop. Heel goed. Volgende vraag. True of false, waar of niet waar? Giovanni Caprara is de huidige bondscoach van de volleybaldames. True or false, waar of niet waar? Blauw is waar, rood is niet waar. De huidige bondscoach van de volleybaldames. Een lastige vraag. Dan zeg ik het zelf. Hij heeft de OKT wel gedaan met de dames, maar is hij nog de huidige bondscoach? Hij is niet meer de huidige bondscoach. Want na afgelopen Olympisch kwalificatietoernooi hebben ze volgens mij de Bond en Caprara samen besloten om niet verder te gaan. Dus hij was er wel de laatste bondscoach, maar is het op dit moment niet meer. Nou, dat wisten jullie bijna allemaal.
De stand. Beach Team Skiff gaat de top 3 in. En wij gaan naar de volgende vraag. Welk sportmerk levert al jarenlang schoenen voor de nationale teams? Is dat Nike, Asics, Adidas of Mizuno? Kleine tip, kijk naar de foto. Kleine tip. Alle antwoorden zijn binnen. En heel veel van jullie hadden ook het goede antwoord. 127 Mizuno, al jarenlang de sponsor, was ook te zien op de foto waar Maarten van Garderen aan het aanvallen was met de Mizuno schoenen aan. Kijk je naar de stand. Verandert niks. Veel van jullie hadden het goed, dus dat is logisch. Volgende vraag. Welke speler maakte vorige zomer zijn debuut in Oranje? Is dat Just Dronkers, Wessel Kemink, Gijs van Solkema of Fabian Plak? Tevens de laatste vraag van de tweede ronde. En die na een kleine pauze van 5 minuten dat iedereen even naar het toilet kan. Even de benen strekken, wat te drinken pakken. Kaasplankje misschien voor de een en ander. En dan gaan we daarna weer verder. Zorg dat je nog net op punten meesprokkelt in de laatste vraag. En het goede antwoord was Gijs van Solkema en 86 van jullie wisten dat. Kijken we even naar de stand. Verandert niks. Goed, eerste twee categorieën zitten erop. We hebben een kleine pauze. Over 5 minuten gaan we verder. Dus doe even chill, rustig aan. Zien jullie zo. Tot straks.
Zijn we weer, welkom terug. Ik hoop dat jullie allemaal wat lekkers hebben. Nog even ter herinnering, sluit de app niet af, zodat je in het spel blijft zonder je punten te verliezen. En er zit, zoals gezegd, een kleine vertraging in, dus neem maximaal 25 seconden om te antwoorden, dan zit je altijd goed. Hou dat in gedachten. Dan gaan we nu gewoon weer verder met de quiz. We hebben 20 vragen gehad, nog 30 te gaan. En oh ja, na de vierde ronde hebben we nog een pauze, dus als je nou weer heel snel naar de wc moet, houd het even op. Nog 2 rondes, dan kan je weer. Yes, gaan we. Categorie volleybalkrant. Dus hou je het nieuws goed in de gaten op de volleybalkrant, dan is dit jouw ronde. Gaan we. True of false, waar of niet waar Rob Bontje gaat komend seizoen weer in Nederland spelen. Is dat waar of niet waar? Blauw is waar en rood is niet waar. Volgens mij afgelopen week artikel gekomen op volleybalkrant met het nieuwsbericht dat hij ofwel dus of niet dus in Nederland terugkomt. Bijna alle antwoorden zijn binnen. Nog 5 seconden voor de laatste antwoorden. Waar of niet waar Rob Bontje weer in Nederland? Het juiste antwoord is waar. Hij speelde in België afgelopen seizoen bij Achel. En heeft besloten om het team van, geloof ik, Nico Frederiks en Guido Gutsen in Limburg, dat eerste divisie speelt, om daar zich te melden. En het doel is, geloof ik, om naar de Eredivisie te gaan. Dus Rob Bontje komt terug naar Nederland. Nog niet op nationaal niveau, maar we hopen zo snel mogelijk. Volgende vraag. Oh nee, we gaan eerst kijken naar de stand. Kleine wisseling. Denise komt in de top 5. En Steen in je schoen en Ernst van Klein stijgen. Ga zo door. Volgende vraag. Deze trainer wordt bondscoach van Noorwegen en trainer van Ladies in Black Agen. Wie is het? Arjen Thij, Ilko Bijl, Jamie Morrison of Guido Vermeulen? Arjen Thij, Ilko Bijl, Jamie Morrison of Guido Vermeulen? Ladies in Black Agen is een club in Duitsland. En Noorwegen ligt, geloof ik, in Europa. Scandinavië. 4 opties en de juiste is Ilko Bijl. Ik geloof dat hij de opvolger wordt van Saskia van Hintem. En die andere 4 zijn het niet. Arjen Thij zit bij Lycurgus, Demi Morrison was de ex-bondscoach van de dames en Guido Vermeulen. Gaat er ook niet heen. Kijken naar de stand. Geen verandering in de top 5, die hadden het allemaal goed. Volgende vraag. Wie schreef de column met de titel Omdenken op de volleybalkrant dus? Is dat Tom Boot, Redbad Strikwerda, Willem Held of Kees Tanus? Als je een beetje de volleybalkrant in de gaten hebt gehouden, zie je wel eens wat columns voorbij komen. Zijn er wel een aantal die regelmatig voorkomen, maar wie heeft de column Omdenken geschreven voor de volleybalkrant? Laatste secondes. Het juiste antwoord was Redbad Strikwerda. Willem Held schrijft ook wel eens columns, geloof ik. Ik weet niet of Tom Boot dat doet. Of Kees Tanus weet ik ook niet. Maar ik geloof wel Willem Held. Maar goed, het juiste antwoord was Redbad Strikwerda. En 93 van jullie hadden dat goed. Betekent dat wat voor de top 5? Dat betekent niks voor de top 5. Dus we gaan rustig verder. Lara VB is making a comeback trouwens. Ga zo door, Lara. Vraag nummer 24. Wie wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Active Living Orion? Is dat Joris Marcelis, Adam White, Pim Kamps of Tom Buijs? Het zijn allemaal jongens die in ieder geval ook het shirt van Orion aan hebben gehad. Maar wie wordt volgend jaar hoofdcoach? Bij de nog steeds, ja, landskampioen. Mag ik wel even vermelden, hè? Van mijn broertje Rob Jorna. Hè? Die kampioen is geworden. Die kwam even goed weg dit jaar dat er competitie niet afgemaakt werd. Maar wie wordt de nieuwe hoofdcoach? Het juiste antwoord is Joris Marcelis met assistent Tom Buijs, geloof ik. En Pim Kamps die stopt er ook mee, maar die gaat een bestuursfunctie krijgen. Dus alleen Adam White van deze 4 opties gaat door met volleybal. Maar Joris Marcelis wordt de hoofdcoach. En 92 van jullie wisten dat.
Verandert niks aan de stand. We hebben wel wat volleybalkennis in de top 5, zeg. Jeetje. Nice Ness 80. Nieuwe streak van 3. Ga zo door. Volgende vraag. Welke damesploeg won dit jaar de Nationale Beker? Was dat Focasa, VCN, Setup of Sliedrecht Sport? De Nationale Beker dit jaar, de enige prijs wou ik zeggen, maar dat is niet de enige prijs, want de Supercup is ook gespeeld. Maar de landstitel is natuurlijk niet vergeven dit jaar door alle ongeregeldheden. Maar welke damesploeg won de Nationale Beker? Ik denk dat ik het weet. Ik heb het wel gevolgd een beetje vanuit Frankrijk, maar... Het juiste antwoord was Sliedrecht Sport. En er was geloof ik een verrassende finalist. Wie was het ook alweer, notaris? Vraag ik even snel. Dat was VCN, hè? Ja, VCN dacht ik al. Veel goede antwoorden. Kijken naar de stand. Geen wijziging in de stand. Alleen Riehof 19 is back met een streak. De top 5 staat sterk aan leiding. Ga zo door. Volgende vraag. Waar of niet waar? Via onze homepage kan je de livescore van de Eredivisiewedstrijden volgen. Dus de homepage van de Volleybalkrant. Is dat waar of niet waar? De livescores van de Eredivisiewedstrijden. Zoals je ziet op de afbeelding is dat de website van de Volleybalkrant. Maar kan je er ook de livescores zien van de Eredivisie? Dat is waar. De livescores kun je vinden op de Volleybalkrant. Ik denk sinds een jaar, als ik het goed heb. En dat zal volgend jaar zeker niet anders zijn. Dus veel van jullie wisten dat. Scoren. Hey, Meespuk, Mike, Kim. Goed bezig. Jullie komen de top 5. Ik weet niet of Denise er al in stond, maar... We hebben in ieder geval een nieuwe top 5. En Aniel is still going strong. Ga zo door. Maar het ligt wel dicht bij elkaar, als ik het zo zie, de scores. Dus... Blijft spannend, volgende vraag. 27, hoe heet de hond die onlangs viraal ging door haar volleybalskills? Is dat Kyra, Max, Kiara of Pepper? Dat was wel een tof filmpje. Veel bekeken, internationaal gezien. Kyra, Max, Kiara of Pepper. De volleyballende hond. Ik weet hem niet als ik eerlijk ben, de naam. Ik weet wel dat het een hond was. Het juiste antwoord is Kiara. En ook verdeeldheid in de antwoorden zie ik. Dus we gaan kijken wat dat gaat doen met de stand. Aniel valt in één keer uit de top 5. Zo, dat is bizar. Eén fout antwoord en nou, je ziet wat er gebeurt. De concurrentie is groot. Steen in je schoen, nieuwe koploper. En we gaan verder. Wie van deze Nederlandse spelers won afgelopen jaar een Ingrid Visser Award? Is dat Alexander Brouwer, Nimer Abdelaziz, Wouter ter Maat of Thijs ter Horst? Dus welke Nederlandse spelers wonnen afgelopen jaar een Ingrid Visser Award? Speler, het is maar één. Diep foutje van de volleybalkant. Maar dat corrigeer ik graag. Laatste antwoorden. Zorg dat je dus snel antwoord geeft. Nog 5 seconden. Het juiste antwoord was Nimer Abdelaziz, de diagonaal van het Nederlands team, momenteel actief in Italië. Klein feitje, bij de vrouwen won Robin de Kruijf. Volgende, even kijken naar de stand. Steen in je schoen blijft bovenaan. En Daphne Schlebaum is terug met een streak of 3. Heel goed, volgende vraag. Nika Daalderop heeft aangegeven van club te gaan wisselen. Bij welk team speelde ze afgelopen seizoen? Eurospet, Firenze, Fakifbank Istanbul of Novara? Nou, er moet in ieder geval één goed antwoord bij zitten, want ik geloof dat Nika zelf ook meedoet. Zo. Maar welke club was het? Vier hele verschillende antwoorden zijn er ook wel mogelijk. Hè? Eurospet is in Nederland, Fakifbank is in Turkije. Die andere in Italië. Waar speelden ze afgelopen seizoen?
Bij Firenze, en veel van jullie wisten dat, en twee van jullie hoopten misschien op Eurosport, maar dat was niet het geval. Stand blijft ongewijzigd, alleen Tika Yamima is back in the game met 3 op een rij. Volgende vraag. Hoe heet de prijswinnende fotograaf die tevens huisfotograaf van de volleybalkrant is? Is dat Pim Ras, Anton Corbijn, Ronald Hogendoorn of Edwin Smulders? Dit is toch wel een zeer goede bekende in de volleybalwereld. Elk groot sportevenement is hij daar denk ik wel met zijn camera. En dus ook vaste partner van de volleybalkrant, want hij levert heel veel foto's aan. Wat is zijn naam? Als je niks te doen hebt, wat best mogelijk is, kijk op zijn site. Goede antwoord is Ronald Hogendoorn. Kijken naar de stand. Papi is making a comeback en de rest blijft hetzelfde. Goed, dat was de derde ronde. We zitten over de helft. De volleybalkrant categorie sluiten we af. We gaan door naar de categorie geschiedenis. Dus de ouderen onder ons zijn hier denk ik wat in het voordeel. Dus doe je best. En als je nog niet zo oud bent, schakel even je vader of moeder in, die kunnen je vast helpen. Categorie geschiedenis, 10 vragen, ronde 4 en hierna hebben we weer een plaspauze. Start! Wie is er naast Bas van der Goor, Joop Albera en Peter Blanger nog meer opgenomen in de Volleyball Hall of Fame? Is dat Guido Gutsen, Olof van der Meulen, Jeroen Rauwendink of Ron Zwerver? Dus naast Bas van der Goor, Joop Albera en Peter Blanger, die allemaal denk ik wel bekend zijn toch in volleybal Nederland, niet meer actief als volleyballer. Wie is er ook opgenomen in de Hall of Fame? Guido Gutsen, Olof van der Meulen, Jeroen Rauwendink of Ron Zwerver? Het juiste antwoord was Ron Zwerver, dat wisten veel van jullie. Jeroen Rauwendink is nog steeds actief bij Dynamo. Olof van der Meulen won ook goud samen met Guido Gutsen en Ron Zwerver op de Olympische Spelen, lang geleden. Maar degene die in de Hall of Fame staat is Ron Zwerver. Kijken we naar de antwoorden en de stand. Stand verandert niet. Dus we gaan rustig door. Steen in je schoen. Ga zo door, jongen. Of vrouw. Of wie dan ook. Ga zo door. Gaat-ie. Vraag 32. Op welke plaats eindigden de volleybaldames tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio? 9e, 4e, 3e of 7e. Dus 2016 in Rio, de dames waren erbij. Wij niet helaas. Maar de dames wel. En waar eindigden ze? Het juiste antwoord is 4e, en dat wist bijna iedereen. Zo zonde dat hij net geen plak haalde, maar hele mooie prestatie. De stand verandert niks, iedereen had hem bijna goed en we gaan door. In de jaren 90 werden de Nederlandse volleybalvrouwen Europees kampioen. In welk jaar was dat precies? Dus in de jaren 90. Was het in 1991, 1994, 1999 of 1995? Lastige vraag. De foto's hier, de selectie van de dames die Europees kampioen werden, maar in welk jaar was dat? De laatste mensen moeten nog antwoorden, je hebt nog 5 seconden. Was in 1995, iets minder dan de helft had dat goed. Lastige vraag. Kijken naar de stand, dat zal wel iets doen met de stand, gok ik. Nee, niks. Denise en Steen in je schoen hadden hem goed, dus die nemen afstand van de rest. De top 5 blijft gewijzigd. Nens 80 is wel de hoogste klimmer, dus dat is nog wel even het vermelden waard. Vraag 34, waar of niet waar? Olof van der Meulen sloeg in de Olympische finale van 1996 namens Nederland de laatste bal. Namens Nederland, vergeet dat niet, is dat waar of niet waar? Sloeg Olof van der Meulen in de Olympische finale de laatste bal voor Nederland.
het sportmoment van de eeuw. De Olympische finale. Goud voor de lange mannen. En dat was niet waar. De Ronzwerver sloeg de laatste bal namens Nederland. Die nog wel verdedigd werd, geloof ik, door de Italianen. Maar Gianni, toenmalig speler van de nationale ploeg van Italië, sloeg de bal buiten de antenne om. Waardoor Nederland Olympisch goud wordt. Het sportmoment van de eeuw. En 86 van jullie wisten dat. Kijken naar de stand. Verandert niks. Dus we gaan door. Vraag 35, geloof ik. Welk Nederlandse speelster werd er na de gewonnen finale van de World Grand Prix in 2007 verkozen tot MVP? Was dat Shaïne Stalens, Alice Blom, Manon Vlier of Debbie Stam? En kijk er eens verdedigen. Wie werd er MVP? Shaïne Stalens, Alice Blom, Manon Vlier of Debbie Stam? Laatste secondes. Het juiste antwoord was Manon Vlier. MVP betekent Most Valuable Player. Dus dat betekent meest waardevolle speler. En in dat toernooi was dat Manon Vlier die na de finale verkozen werd. Manon Vlier, 111 hadden het goed. Ben Brouw is aan het stijgen in de top 3. Zeer goed. Meespuk, Mike en Kim zijn terug. Maar Ben Brouw, hey, goed bezig hoor. Ga ze door. En Aniel is terug in de top 5. Welkom terug. Volgende vraag. Wanneer was het Nederlands herenindoorteam voor het laatst aanwezig op de Olympische Spelen? 2000, 1996, 2004 of 2012? Het gezicht van Bert Goedkoop zegt genoeg. Veel te lang geleden natuurlijk. 2000, 1996, 2004 of 2012. Wanneer waren de Nederlandse lange mannen voor het laatst op de Spelen? Was het 2004? Was de laatste keer. Dus in 1996 wonnen ze goud. 2000 waren ze er nog bij. En 2004 voor het laatst. Kijk naar de stand. Melissa en Faye komen in de top 5 en voor de rest verandert er niks. Albert en Marloes are back in the game. Volgende vraag. In welke stad zag het Nederlands publiek de volleybaldames in 2015 zilver pakken tijdens het EK? In welke stad? In Apeldoorn, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam? Snel antwoorden. Veel punten pakken als je hem weet. Waar pakten de volleybaldames in 2015 zilver op het EK? De zaal is nogal eens aan bod gekomen in het spel. Welke stad was dat? Dat was in Rotterdam. Velen van jullie dachten ook Apeldoorn. Daar speelden de dames hun voorronde, geloof ik. Maar de finales werden gespeeld in Rotterdam en daar wonnen de dames zilver. Staat het licht goed op me? Ja. Ik denk het wel. Body is back. Voor de rest verandert er weinig. Ben Brouw nog steeds derde. En Steen in je schoen eerste. Denise tweede. Melissa en Vee vierde. En Mees Puk, Mike en Kim staan vijfde. Volgende vraag. True of false? Waar of niet waar? Guido Vermeulen was zowel bondscoach van de dames als van de heren. Is dat waar of niet waar? De afbeelding. Zie je Guido Vermeulen staan? Heeft hij zowel de hoofdcoach geweest bij de dames en hoofdcoach bij de heren. Nationale teams. Dat is waar. Hij was bondscoach bij Spaanse dames voordat hij weer terugkwam naar Nederland. Daar werd hij bondscoach van de dames eerst, samen met Ron Zwerver als assistent. En na een aantal jaar stapte hij nu over naar de mannen samen met Ron. En heeft hij dat ook, ik denk 4 jaar lang is hij onze bondscoach geweest. Dus veel van jullie hadden dat goed, 110. Gaan we naar de stand. Geen veranderingen. De knokkend heren maakt een comeback, maar nog niet goed genoeg voor de top 5. Dus we gaan verder.
Wie is de Olympisch kampioen die hier langzaam in beeld komt? Dus dat is een fotovraag. Joop Albera, Edwin Benne, Peter Blanger of Bas van der Goor. En als je het weet, meteen antwoorden. Zo krijg je meer punten. Ik denk dat het allemaal zichtbaar is. Olympisch kampioen. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten. Goede antwoord was Peter Blanger en dat zagen er veel van jullie. Ik denk dat Edwin Berg geen goud heeft gewonnen. Die won zilver in 92. En Joop Albera was de coach. Bas van der Goor was er wel bij. Maar op de foto zagen we Peter Blanger. En dat wisten veel van jullie. Stand. Verandert niks. Rens Wouw, dames 8, maakt een comeback. Goed bezig, dames. En we gaan denk ik door naar de laatste vraag, geloof ik. Van de vierde categorie. Weet ik niet zeker. Ja, wie is de enige speler die zowel met zaalvolleybal als met beachvolleybal goud won op de Olympische Spelen? Welke speler, de enige speler ter wereld die dat heeft gedaan? Richard Schuil, Phil Dalhouser, Karts Kareli of Rijn de Nummerdoor? Wie van deze vier heeft zowel goud gewonnen in de zaal als op het zand op de Olympische Spelen? Internationaal zeer bekend. Ik geloof nu coach ook. Dames, hè? Coach van de dames van Amerika. Beide onderdelen goud. Karts Kareli was het juiste antwoord. Rijn de Nummerdoor heeft wel allebei de Olympische Spelen gespeeld. Dus zowel in het zand als in de zaal. Maar die heeft geen goud gewonnen. Op beide onderdelen eigenlijk niet. Dus zowel niet in de zaal als op het zand. Maar hij was er wel op beide onderdelen bij. En Karts Kareli, de Amerikaan, die heeft ze allebei gewonnen. Dit was de vierde ronde. De stand verandert een klein beetje, want Marcus komt in de top 5. Mensink maakt een comeback, maar Stenius Groen staat nog steeds bovenaan met Denise op 2, Ben Brouw op 3 en Melissa en Frey op 4. We hebben weer een kleine pauze, dus schenk je glas weer vol, loop even een rondje, maak je hoofd even leeg, want de vijfde ronde is de laatste ronde. Dus dan moet je scherp zijn. Tot straks!
Yes, we zijn weer terug voor de laatste ronde. Even een klein dingetje tussendoor. We kregen net een Insta-story van de dames van Snake door. Die laten zien dat ze met z'n allen aan het spelen zijn. Superleuk. Ben je nou ook met je team of met een groepje aan het spelen? Maak even een foto, een screenshot en zet het op Instagram en tag de volleybalkrant in. Dan zullen we die voor je delen. Voordat we doorgaan naar de laatste ronde, nog even vermelden. Er zijn dus prijzen te winnen voor de top 3. Die prijzen worden verzorgd door Prima Donna Kaas, Projectkeukens, projectkeukens.nu en Mizuno. Degene die zich dus daadwerkelijk op hebben gegeven met hun nickname, die komen in aanmerking voor de prijzen. Speel je nou even goed mee en je komt in de top 3. Super, maar de prijzen gaan wel naar degene die zich van tevoren hebben opgegeven. Dat waren de regels. Dan is dat duidelijk even van tevoren. Ik hoop dat jullie er al voor klaar voor zitten. We gaan naar de laatste ronde. Nog 10 vragen. Die gaan beslissen wie deze quiz gaat winnen. Dus zet je schrap. Daar gaan we. De volgende categorie en de laatste is beachvolleybal. Dus alle beachers, dit is een ronde voor jullie. En alle niet-beachers, misschien ook wel voor jou. Daar gaan we. Hoe vaak werd Madeleine Meppelink Europees kampioen beachvolleybal? 1 keer, 4 keer, nog nooit of 2 keer? Madeleine Meppelink Europees kampioen. Nog 10 seconden, zorg dat je snel antwoordt. Pittige vraag, denk ik toch wel. 2 keer. 78 mensen van jullie wisten dat. 1 keer was, denk ik, in Den Haag. Samen met Sanne Keizer. Andere keer, dat weet ik niet. Maar jullie wel. Dus 78 hadden het goed. Dan gaan we naar de stand. En Melissa en V springen naar de top 3. Bembro zakt een plekje. Oeh. Meespuk, Mike en Kim staan nog steeds. Oh nee, die komen nu de top 5 in. Spannend, nog 9 vragen. Gaan we. Hoe heet de beachvolleyballer die je hier langzaam in beeld ziet verschijnen? Fotovraag. Is dat Richard de Kogel, Robert Meeuwse, Christian Varenhorst of Alexander Brouwer? Wie is deze man op deze foto? Rio 2016 zie ik staan. Wie was er op Rio 2016? Nummer 2 op zijn shirt. Petje op. Onder het net doorkijkend. Wie is deze speler? Deze beachvolleyballer op deze foto. Hoe sneller het antwoord, hoe meer punten. Ja, en hij is helemaal zichtbaar. En alle antwoorden zijn binnen. Dat was Robert Meeuwse, partner van Alexander Brouwer. Ook een aantal die toch Alexander Brouwer hebben gestemd. Maar dit was Robert Meeuwse, de partner van Alexander. Bronzen medaille in Rio gepakt. Kijk naar de stand. Steen in je schoen. Is on fire. Een winning streak van 44. Zit er een lek in het systeem? Nee. Denise zit nog wel echt heel dichtbij. Aardig gek. Melissa en V. Ben Brouw. Meespuk. Mike en Kim. Zit dicht bij elkaar. Volgende vraag. True of false, waar of niet waar. Met beachvolleybal kan je ook boven Hans een punt scoren. Dus boven Hans kan je met beachvolleybal een punt scoren. Waar of niet waar? Blauw is waar, rood is niet waar. Je ziet een afbeelding met een beachvolleybalster die bovenaan speelt. Kan je zo een punt scoren? Of zegt de scheid, mag niet, geen bovenhands bij ons. 10 seconden. Het juiste antwoord is waar. Je mag een punt scoren met beachvolleybal bovenhands. Er zijn wel hele strikte regels. Dus je moet echt de bal in één rechte lijn met je lichaam spelen. Zo over het net. En als de bal en dan niet draait en in een rechte lijn over het net gaat, dan mag je een punt scoren. Maar het gebeurt niet veel. 73 van jullie wisten het. Kijken naar de stand. Wie wist het niet? Fit Girls Quad is terug in de top 5. En Bo is coming back met een answer streak. Maar steen in je schoen. Blijf bovenaan. Volgende vraag. Waar of niet waar? De coach kan tijdens een beachvolleybalwedstrijd een time-out aanvragen. Mag dat? Tijdens een beachvolleybalwedstrijd een time-out. Waar is blauw? Niet waar is rood?
mag een coach tijdens de beachvolleybalwedstrijd een time-out aanvragen? Ik moet zelf even diep nadenken hoor. Heb ik überhaupt wel eens een coach op de bank gezien? Ik weet het echt niet. Ik speel het wel graag op beachvolleybal, maar ik ken niet alle regels. Ik ben benieuwd naar het goede antwoord en naar de hoeveelheid goede antwoorden. 114 zeiden dat mag niet en dat klopt. Ach, dat dacht ik dus ook al. 11 had het fout, helaas. Kijken we naar de stand. Oef, Denise springt over stenen in je schoen heen. Tjoh, klein verschil zeg. En de rest blijft onveranderd. Alleen de top 2 wisselt. Volgende vraag. Met wie vormt Marleen van Iersel momenteel een duo? Marleen van Iersel. Met Madeleine Meppelink, Sanne Keizer, Deborah Schonkendijk of Joyce Tubbe? We zien haar op de foto. Met wie vormt zij op dit moment een beachduo? Nog 5 seconden om te antwoorden. Elk antwoord kan de doorslag geven met Joyce Tubbe op dit moment. En dat wisten de 84. Nou, veel. Een aantal ook niet. Die zeiden Sanne Keizer. Dat was haar ex-partner, denk ik. Maar het juiste antwoord was Joyce Tubbe. Kijken naar de stand. Verandert niks in de top 5. Dus we gaan door. Vraag nummer 46. Wie was tot vorig jaar jarenlang bondscoach van de mannen van Beachteam Nederland? Roland Rademaker, Jochem de Gruyter, Gijs Ronnes of Rijn de Nummerdoor? We zien hier 2 teams van Beachteam Holland. Maar wie was jarenlang de bondscoach van Beachteam Holland? Tot vorig jaar. Toen stopte deze meneer ermee. Was dat Roland Rademaker, Jochem de Gruyter, Gijs Ronnes of Rijn de Nummerdoor? Het juiste antwoord was Gijs Ronnes, zoals 85 van jullie wisten. Kijk naar de stand, verandert niks. Het wordt spannender en spannender. Volgende vraag. Waar of niet waar? Er werd nog nooit een Nederlands damesduo wereldkampioen beachvolleybal. Is dat waar of is dat niet waar? Blauw voor waar en rood voor niet waar. Er werd nog nooit een Nederlands damesduo wereldkampioen tijdens het beachvolleybal. Pittige vraag misschien. De story van het WK is natuurlijk best lang. En is die ooit gewonnen door een Nederlands damesduo? Antwoorden zijn in ieder geval snel. Dat is heel slim. En het juiste antwoord was waar. Nog nooit een Nederlands damesduo dat beachkampioen wereldkampioen was. 82 had het goed, 43 ook niet. Kijken naar de top 5. Verandert niks. Er komen alleen maar punten bij voor de top 5. Dan gaan we. Nog 3 vragen gok ik. Zet je schrap, komt-ie. Wie is de huidige beachvolleybalpartner van Christian Varenhorst? Is dat Alexander Brouwer, Steven van der Velde, Richard Schuil of Dirk Boulet? Christian Varenhorst, we hebben de foto al eerder voorbij zien komen in de quiz. Toen hij beachte met Maarten van Garderen op het WK. Maar met wie biedt zij op dit moment? Nog 5 seconden, nog niet alle antwoorden zijn binnen. Kies er één. Ja. Het juiste antwoord is Steven van der Velde. En dat wisten er 86 van jullie. Dan gaan we naar de stand. De top 5 had het weer goed. Jeetje. Echte kenners hebben we onder ons. Nog 2 vragen te gaan. Fit Girl Squad, Ben Brouw, Melissa en Vee, Steen in je schoen, Denise en alle anderen. Zet je schrap, want er zijn nog maar 2 vragen te gaan. Komt de ene laatste vraag. Hoe heet deze techniek die voornamelijk bij beachvolleybal wordt toegepast? Is dat blok, een smash, een knokkel of een pokeshot of een bump set? Kijk goed naar de afbeelding, dan wordt die uitgebeeld. Hoe noemen we deze actie? Hoe noemen we deze techniek bij het beachvolleybal? Blok, smash, knokkel of pokeshot of een bump set?
Zo, gewoon.117 had het goed. Knokkel of pokeshot. Een laatste dag nog bump set een aantal. Maar de meeste van jullie wisten het. Dus het zal niet veel wijzigen in de stand, denk ik. En dat doet het ook niet. Dus we hebben nog één vraag. Ja, steen in je schoen, zet hem op om Denise eraf van het podium te krijgen. Net zoals de rest. Laatste vraag van de quiz. Daar gaan we. Vraag 50. In welk jaar werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwse samen wereldkampioen? Welk jaar was dat? Was het in 2000, 2016, 2013 of 2018? Snel reageren. Laatste vraag. Laatste punten te verdienen. In welk jaar werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwse samen wereldkampioen? Ze zijn nog steeds actief samen. Ik geloof dat ze één keer wereldkampioen zijn geworden. Niet dat dat niks is, maar ik geloof één keer. Maar welk jaar was dat? Het juiste, oef, is verdeeld zeg. Het juiste antwoord was 2013. Veel twijfel tussen 2016 en 2013. Het juiste antwoord was 2013. Dan gaan we naar de eindstand. Wie heeft de volleybalquiz van Volleybalkrant gewonnen dit jaar? Dat is derde plaats, Melissa Veen. Tweede plaats, Denise. En de eerste plaats is, applaus allemaal, steen in je schoen. Runners-up. Zie je onder in beeld. Maar dit is onze top 3. Wij vonden het superleuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan. We hopen dat we jullie een beetje uit de sleur hebben getrokken van het coronavirus. Fijne avond nog allemaal. Denise, steen in je schoen. Melissa en Vee. Jullie worden gecontacteerd om jullie prijs in ontvangst te nemen als je je op tijd hebt aangemeld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie meer van deze dingen in de toekomst? Laat ons dat weten. Subscribe op ons YouTube-kanaal. Dat zouden we super leuk vinden. En ja, vooral het volleybalnieuws weten jullie ons altijd te vinden op volleybalkrant.nl. Bedankt voor jullie deelname en fijne avond allemaal nog. Dankjewel.